34 schuttersverenigingen begonnen vanochtend aan het laatste weekeinde van het OLS. En zoals verwacht viel er al snel een aantal zestallen af. Rond het middaguur waren er nog 11 schutterijen over en steeg de spanning, want de hoofdprijs, de oude Limburger, kwam nu toch wel heel dichtbij. Voor Sint Sebastianus uit Neer bijvoorbeeld, dat overbleef bij de laatste 6. Tot die ene fatale misser. Een geweldige deceptie bij de toeschouwers uit Neer, maar ze staken hun helden een mooi hart onder de riem. Het is wel prachtig zo'n moment. SMS dat ze met alle lui van het dorp en de Kia samen afscheid neemt van het OLS. Ja, ik vind het heugd weer dat zoveel mensen komen kijken en dat is even verplicht. En tijd te groten. Tuurlijk. En nu gaan we zaken gelijk gebeuren, denk je. Goed, merci. En zo vielen de laatste schutterijen af, waaronder ook het Akkermansgilde uit Venlo. 406 jaar bestaan ze al, maar ook voor hun einde oefening. En wie blijven er nog over? Twee verrassende finalisten, Sint Nicolaas uit Heidhuizen en de jongens van Sint Oda uit het Weertse Boshoven. Het is wel heel erg dichtbij. Ah, het is zo spannend. We reden binnen gek van hier heen, want het ging veel sneller dan verwacht allemaal. Ik heb het lang niet meer zo spannend en zo benauwd gehad. Geen en raadsvergadering nog, maar dit is toch wel echt sensatie. Sommigen dromen dan al van de titel. Alle bulkjes worden afgeschoten en er wordt begonnen aan een nieuwe serie. Boshoven schiet snel en houdt de zenuwen prima in bedwang. Je geniet van een glaasje bier, net geschoten. Wat een spanning, hè? Het blijft een spanning, hè? We moeten het beste maar hopen. Nu, de log breekt het open. Maakt het extra moeilijk om te scheten? Nee, nou, de paraplu met bier had je. Als je de paraplu bier had, dan is dat prima te scheten. De bomen liggen vrij ver uit elkaar en de toeschouwers hebben een radiootje nodig om te volgen wat er precies gebeurt. En dan komt het bericht, Heidse het gemis. En wie moet er dan gaan schieten voor Boshoven? Op welke schouders rust die last? Hier zit hij, Willy Vleeshouwers. Heidse, net gemis, Huiver. Het komt nu nog wel. Willy wil wel wat zeggen, maar de schietmeester van Boshoven houdt de camera weg. Geen extra druk, nu het zo dichtbij is. Willy moet één keer raak schieten en dan is de OLS-titel voor Boshoven. Even wachten. De ontlading is ook, dat is hetzelfde. Als ik deze zaak Erik Dekker heb zien winnen, dan zit ik aan de televisie. En dan denk ik, jongens, je doet ervoor. Dat is de sport. Dit is grootste sport. En dit is het schoonste wat er is. Ik zag het nog. Nog eens weer de winnaar. Weer winnaar. En wel heerlijk dan om die laatste 3 shirt te maken en ze weet dat het goed gaat aflopen. Ja, dat ben ik van de vuur. Dat wist ik. Ik heb stalen zenuwen, jongen. Stalen zenuwen, dat heb ik. Godzijdank heb ik dat, godzijdank. Ik zoep er ook 40 restjes beer, scheer ik nog. Dat is me egal. Dat kent ze dan dadelijk door. Dat dan van de vuur. Als ik er nog geen 25 puntje gedronken heb voor de vuur, dan ligt het toch niet meer. Ik soep altijd. Dat is waar. Dan ben je iedereen met iedereen. Ja, fantastisch. En morgen in onze uitzending het L1-nieuws natuurlijk veel meer over de feestelijke huldiging van Sint Oda in Weert. Thank you.
Attentie voor de leden van de schutterij uit Vaarstraten. De bus vertrekt om 2 uur, oftewel om 14 uur. Gelieve allen op tijd aanwezig te zijn. Om 14 uur vertrekt de bus uit Vaarstraten. Het Akkerman scheelde Oet Venlo, we zijn in de laatste fase van het kavelen. Het gaat goed, hè? Tot nu toe gaat het goed, ja. En we hopen dat ook vast al het laatste schutter. Dat is alleen afwachten, het is spannend, hè. Simon Bluxje zijn behind, dus drie keer kijken, drie keer controleren. Nou, verstrekken eigenlijk, dat is het beste. De kind zit wijten, gezeten met de ganse familie Roodbein, met de shutters. Wie heb je voorbereid vanmorgen? Gewoon rustig, eerder voor zich. En dan bij elkaar komen. En dan gewoon gezellig bij elkaar blijven. Met de rest, ook met de andere drie, die gaan familie zien. En ze probeert ze het dan toch te maken. Nu het ze echt spannend wordt, hè. Nu het ze echt spannend wordt. Dat hulp, dat ze zich dan ongeveer zo groot kind. Nee, dat is een band. En de schutsers, de schutsen al met elkaar. Dus de wet is weer boven tijd. En de vecht zich met elkaar door drieën. We steunen ze elkaar, dat is heel belangrijk. Stalig was je het, succes. Ja, ja, wie heet je? Bert Roerbeen. Bert? Roerbeen. Goed. De hubs de ganse nacht moeten bakken. De hubs nog niet geslopen vandaag. Wie is er met? Het is ondertussen half twee. Ja, ik heb ze nog allemaal af. Maar de eerste shutter van Jos had nog juist de eerste shoot gemist. Dus helaas liggen we eruit nu. Maar zelf heb je goed gedaan, hè? Zelf heb ik net gemist, nee, nog. Dus ik heb het wel best wel goed gedaan, ja. En hoe dan? Lekker naar bed aan? Ja, ligt eraan. Ik denk dat we ons nog in het drinken gebeuren, even gezellig. En daarna ja, moet ik even kijken. Misschien de tent met sleten en zo. En dan, ja, houd het op, hè. Voilà, merci. Wat ik ga doen, dipper aan. Ja. We lopen even naar de shirt, de laatste shirt uit gemak. Mocht ik even vlot gevraagd, want dat wordt een opluchting, hè? Zo ik. Zeker, was dat een opluchting. Wie zit het eruit nu, denk je? Gaat het goed met u? Ja, het gaat steeds beter. Wat is de clue nu, zo in die laatste fase van het OLS? Wie wordt hier de winnaar bekend? Rustig blijven en op blijven letten. En als een team onder het geweer gaan. Je moest altijd het bangste zijn voor zichzelf en vertrouwen hebben in die anderen. En dat heb je dicht goed geholpen? Het heeft tot nu toe goed geholpen. Ja. Noem het deze omstandigheden, hè. Hoe moest je vooral op letten wie het scheten? Rustig blijven, stil houden. En als je hem niet stil kunt, zou je even wachten, naar de grond kijken, weer eens aanzetten, rustig blijven. Wil maar even moet bereiken, we gaan beginnen weer met scheten. Ja, bedankt. Wil Kiewicz. Wil Kiewicz? K-I-E-V-I-T-S. K-I-V-K. Van Sint-Sebastiaan is het niet. Ja. Wim Kiewicz, Sint-Sebastiaan is het neer. Shut up,
Je moet dat lap passen op je wiel. Ja. Snap je wat ik bedoel? De deur is ook even. Goed, ja. Goed. Ja, goed. Prima, Jan. Ja, krijgen. Ja, doe het wel. Zijn afgevallen Sint Anna, Maasbreek, Sint-Hubertus, Ubachtberg en Sint-Nicolaas. Ja, nee. Daar struikel ik voor de kabel. Dat waren Sean P. Olif. Ik zocht al drie mooie P'tjes. Ja, ja, zuiver eraf. Hè. Ja, goed dat ze de gebieden goed concentreert. Hè. Dat is dat toch wel te doen. Ze zijn gewoon rustig blijven. Hè. We zitten in de laatste fase. Goed om, en dan om vast houden. Goed kijken en durven te beslissen. Want als ze gaan spelen en gaan zeggen van is er dit, is er dat niet, is er dat wel. Ja, dan zijn we goed. Hè. Dan, goed erin zitten. Goed kijken. En durven krom te maken. Geen probleem. We zitten in de laatste fase nu van het OLS. Ja. Die extra spanning. Wat deed hij van de shot? Wat deed hij spanning? Ach ja. Ik zit al 24 jaar neer, maar toch al heel lang met. Dus ik heb het al een paar keer metgemaakt. Je weet wat het is. En toch eigenlijk is het een lekkere gezonde spanning. Eerlijk, dat is toch wel. Och ja, we zitten nu nog eigenlijk voor die puntje af te brengen, niet voor de OLS. Ja. Dat ben je gaan het winnen. Nee, nee. Het gaat wel lekker met horen, hè? Ja, maar voor te zeggen, nou, loser, we gaan dat niet winnen, daar denk ik nog geen seconde aan. Echt niet. Nee, echt niet. Dat is, wie is dat dan? Als je bij de laatste ja, drie zit? Ja, als je bij de laatste drie zit of al vier, dan geef je eens denken, hé. Ja, nog 60 gewoon dan. Ja, toch wel. Dus jongens, dat doe ik nou. Goed, succes ermee. Wie heet je? Ik heet Paul Kessels. Paul Kessels.
Paul Kessels, ja. Hoe is dit van hem? Alleen. Oh! Pak ze eerst even die twee werkjes en dan de dag. Helemaal? Ja. Goed. Je zit met twee aan een radio gebongen. En jawel. Je hebt het gezien en al gehoord. Heuren is door. Jawel. Dat is wel fijn. Gaat dat goed komen vandaag? Ik hoop van wel. Het ziet er goed uit tot nu toe, hè? Jawel, jawel. En twee zijn een beetje minder. Dus we zijn slecht weertje, dus het loopt maar gewoon. Wie is je mevrouw? Ik ben Marien van Herten. Van Herten? Ja. Goed, bedankt. Goed horen nummer gaan. Hè. Nee, ik ben een inwoner van Heinten. En ik ben een heur met de chanterie. Oh, dan. Omdat mijn man was van heur. Oh, dan komt geen onderhoed dan. Ja. Goed, merci. Alsjeblieft. Je hebt genoeg gedaan. Ja, dat weet ik, dat was ik beter zeker. Ja, maar hoe zeg je dat je even in de kennen? Oh ja, ik leg dat erin, kijk. Dus je hebt ze alle drie? Ja, we zijn niet erg om het door, ja, met de kleintjes. Dus je hebt jezelf veilig, je gaat nog in de... Ja, nee, dat ga ik maar door. Maar dan van, ja, jongen. Zeg, doe de blissel maar uit, de blissel stralen. Ja, dat is toch wel goed. Dit is voor die gebleven, hè. Half en vandaag. Moest eens kijken wat een liever daar hebben. Goed, jongen, hoor. Dames en heren, we gaan toch wel naar Svenne, die van Venlo. Dat is een inderdaad. Attentie, in de zevende kamerronde zijn aangevallen Sint-Andreas Meling, Sint-Martinus niet bij As en Sint-Hubertus Manusvraus.
De aanvang van de derde kamerronde of de achtste kamerronde vandaag waren 8 schutterijen in de wedstrijd. Attentie voor de leden van 15 minuten. Attentie voor de leden van Sint-Job uit Luiken. Hun bus vertrekt over een kwartier, oftewel 15. Ja, zeker jammer. Ja, ja, dat is ja, jammer. Maar ja, ik had er ook niet op geteld. Dan mag je doen het even opnieuw, want er wordt goed, dan shoot ze zo veel dit week. Ja, we hebben... En dan zo'n belangrijke missen. Ja, dus, ja, goed. We missen kanten, hè? Een keertje. Ik bedoel, ik ben zo goed bezig op een gegeven moment. Ik zit nu lekker in het ritme weer. Nou, en dan kan er een misser. Nou, en dan is het helaas afgelopen. Zo is het eenmaal met schietwedstrijden met de schutterijen. Ja. Je zit dan wel met z'n drieën, Stortger. Ja. Bijijn. Ja. Dat, daar kreeg je wel steun van meteen? Daar kreeg je steun van. En we hebben ook een heel prettig en heel mooi zestal ook. En, we hebben heel mooi kunnen oefenen en we hebben ook heel goed geschoten van het jaar, heel goed. En ik hoop volgend jaar dat toch weer dichter erbij komen. Dat zou het tenminste heel hard verstreven. Op zo'n moment hè, dat ze met z'n een misser en een gemiste shirt. De droom van de schutterij eigenlijk. Een droom van de schutterij. Dat is een droom. Ik heb gezegd, ik heb wel eens gedroomd dat wij dit jaar er heel dichtbij zouden komen. En je wordt er dichtbij. We waren er ook dichtbij. Maar we hadden toch nog iets meer verwacht. En ik vind het ja, persoonlijk heel, heel jammer dat het mij is gebeurd, dat ik misgeschoten heb. Maar ja, goed, daar komen we ook weer overheen. Volgend jaar gaan we er tegenaan. En dan komt het best wel een keer voor elkaar. We in mei ook het OLS kunnen organiseren. Daar ben ik vast van overtuigd. Okay. Bedankt voor die eerste reactie. Dankjewel. Wie is er? André Basten. André Basten. André Basten. Met B-A-S-T-E-R. Basten. Ja, dat weet ik. Ja, succes. Ja, succes. 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 We zitten in de laatste fase van het OLS. Er zijn er nog 6 over. De lokale burgemeester is er ook. Het feit dat het gemeentebestuur hier is, dat geeft geluk.
Omdat het heel spannend begint te worden, want hij zeurt dan toch bij de laatste zes. En niet alleen bij de laatste zes, maar als je kijkt hoeveel korps hij hebben deelgenomen de afgelopen vorige week en ook deze week. En hij zeurt dan bij de laatste zes, dan mocht ze heel gelukkig prijzen, denk ik, dat hij ze erbij huurt. Zit je er langzaam in plannen van hoe het misschien zou moeten komen in Heidse voor je? We doen overal alles rekening mee, want wij natuurlijk ook gratis erbij. En de gratis is helaas afgevallen straks. Ja, gewoon zeg je gelukkig ja, nee. Eigenlijk. Want dan ga je de competitie moeten krijgen tussen twee verenigingen, dat kan natuurlijk niet. Maar uiteindelijk is er, Heidse is nog steeds in de running. En nu ik zie net er weer in afgeschoten is. Goed, het ziet er goed uit. Vooral naar het einde van de oorles. Wie is er? Onze burgemeester zou heel graag gekomen zijn vandaag, maar die is nog op vakantie. Ah, ja, ja, die in Anvast is zeker niet geweest. Anders, maar als wij het horen, is ook een burgemeester heel graag. Geer zit hier, dat is goed. Wie is er? Reis. Reis? Reis. Yeah! Yes! Lange ES. En de vuurnaam? Herman. Herman. Ja. Jongens, best. Die Pipura en dat was Niklas Heidhuizen. Hij is gewoon al staande receptie. En nog een receptie. Dankjewel, jongens. Hoe jongens Dat kan erin, hè? Ja.
dit is pap, handig hè. Ik bedoel, ze gaat toch niet te zeggen hè? Ja? Pap, net gemis? Ja. Maar het kan ook komen dat de windje, dat de polder een beetje beweegt. En het kan ook komen dat... Zelf een beetje bewegen. Wat? Zelf een beetje bewegen. Ja, dat het geweer beweegt of van de zenuwen. Wordt het zo, pap, wordt het van de zenuwen? Even niet opgeleid, denk ik. Hè. Gewoon even niet goed, 100%. Het wordt dramatisch wel, want het bulke leek eraf te gewoon, maar hij blijft hangen. Gewoon een sterke stek getroffen. Ja, maakt niet uit. Volgend jaar gewoon vertrekken. Dus oefenen voor volgend jaar. Wie hij is hier, wie hij is toe? Evelien. Evelien, en met de achternaam? Donkers. Donkers. En hier? Peter Donkers. Peter Donkers. Ja, ja, heb ze genoten. Kom, dreig hem. Kom, kom. Wil je een drink? Kom. Zij het een beetje... Oh, ja, ja. Dit is toe. Hebben we dit niet gemist? Nee, dat is weinig. Dat is wel... Inu, dan zit je er zo dichtbij eigenlijk. Ja. Hoe zit het met de winnenwijs nou? Oh, denk je nog. Dat klopt echt boven. Het woord, dat stekstje, hè? Ik weet niet wat hij gedaan heeft, maar... Ik zit er zelf met een minuut mee zich. Zie je waar dat zo kort bij. Ja, daar viel toch niks te verwijten, dat is goed geschoten. Nee, maar met, ook dit team, het eerste jaar, alles bijeen, wij wel. Allemaal nood erin, jong mannen. Het ging perfect. En de ene die dan zo lang bij is, ja, kun je jong niks verwijten, je hebt het zijn best gedaan. Maar ik ga er mee. Heel veel van voorgesteld. Ja, dit is de prachtige prestatie, dat ging het in veertje plaatshuurig net. Maar het gaat eigenlijk wel weer over een paar glazen bier en dan is dat weer weg. Maar het is ook toch gewoon over gewoon prachtig. Bedankt dat ze nog even... Het gaat zo over. Ja, en het wordt toch geweldig geschoten wat dat betreft. Beter niet meer omdraaien, niet meer naar de stop kijken, dan is het weer... Ja, dat is het eigenlijk. Met een V of een W? Met een V van Victor. Ivan de verschrikkelijke zeggen ze natuurlijk. Hey, maar straks een lekker glaasje bier. Ja, meer of vier zeker. Jawel, dat maken we weer. En morgen gaan we weer lachen. Dadelijk al. Ja, dadelijk weer. Dadelijk gaan we weer lachen. Dus ga. Vier even goed feest.